Momenteel baat Kathleen Aerts in Zuid-Afrika een guesthouse uit, maar ooit zag haar leven er heel anders uit. Toen ze nog bij K3 was, deed ze zo'n 350 shows per jaar. Eén keer sloeg ze een flater die ze zich nog steeds herinnert. Het gebeurde toen zij, Karen Damen en Christel Verbeke na een vlugge kledingwissel op een vliegende sofa moesten gaan zitten. Ik vergat in die drukte mijn t-shirt, vertelt ze aan het laatste nieuws. Dat klinkt onbegrijpelijk, maar die shows werden een soort routine en ik was vermoeid. Ze kon een ramp gelukkig nog net vermijden. Het scheelde geen haar of heel de zaal zag me in bh. Die was vleeskleurig, dus dan lijk je wel naakt, lacht ze. De grote vraag waar veel K3-fans momenteel mee zitten is of er een reunie komt van de oorspronkelijke K3. Volgens sommigen zou dat wel eens kunnen gebeuren bij de Studio 100 Singalong in het Sportpaleis. De organisatie belooft immers heel wat verrassende special guests uit het Studio 100 verleden. Gert Verhulst heeft echter al laten weten dat dat niet op de planning staat. Dat betekent echter niet dat het er in de toekomst niet van komt.